baby, I remember you. Waar blijf je nou? Goedemorgen, John. Oh, hallo. Wat kom je doen? Oh, columnpje lezen. Ja, leuk. Heb je weer een leuke? Nou, ja. Jawel. Ja, is wel ja ik heb er een stukje doorgenomen. Ik vond hem heel leuk. Jij bent nu een soort Carmichael, hè? Ik ga het proberen, ja, lijkt me leuk. Nou, we gaan eerst even je stem testen, zoals altijd. De aanleiding was niet zo gezellig, want het is naar aanleiding van de dood van mijn hond. Ja, dat is nooit leuk. Maar je hebt er wel een mooi stukje van. Ja, volgens mij vind ik ook. Doe ik hier wel eer mee. We gaan even je stem testen. Zit mijn haar goed? Ja, je tasje. Dat is ook goed. Okay. Ja, maar ga op staan. Waar is de camera? De camera. Ben ik in beeld? Ja, je bent in beeld. Nou, let op. Gaan we hoor. Even het proefje, weet je wel. Oh, ja. Ja, je zit hier voor het eerst natuurlijk. Dan heb je dat. Niet zo zuchtig. Niet nodig. Komt-ie. Zeg eens wat. Landgenoten, hier Radio Oranje. Landgenoten. Tot u spreekt uw koningin. Amalia. Houd moed. Ja, Amalia van Solms. Den Mof is tot achter de grebbenlinie teruggedrongen. Wauw. Nou, hij staat er voor. Nog één zinnetje, Willem van Oranje. En als ik zachtjes praat, want ik ga straks ook zachtjes praten. Ja, zo is goed. Ja? Doe eens wat harder nu. Hallo Joop, alles goed? Ja, alles kids achter de rits? Alles kids achter de rits. Oké, stop maar. Daar gaan we. Ben je er klaar voor? Ja, zet het brilletje op, niet kraken. Nee. Even kijken. Een hap adem. Daar gaat hij. Ik zet niet zomaar, hè? Wees zomaar. Je zit altijd met het ding te worstelen. Het staat gewoon in de weg, dat ding. Schiet dat toch eens op. Bellen zover helemaal zo op elkaar. Zo. Hij kan. Nou zo, nou al. Kom maar. Nou, je nou op? Ik hou op. Nou, komt ie. Ja. Nee. Ja. Het was een bedrijvigheid van je welste op de beestenmarkt toen ik na een vermoeiende en koude stadwandeling neerzeeg op een der stoeltjes van het gevelterrasje voor Kobus Kug. De opbouw van de schaatsbaan was in volle gang. Vorkheftrucks reden af en aan en behendige mannen pasten en maten de vloerdelen als een reuzenlegpuzzel van 1001 stukken, routineus tot een compleet geheel. Huiverend wreef ik me de handen, badevol met mijn gezicht in de behagelijk rode gloed van de terrasverwarming boven mij, en bestelde een warme chocolademelk bij de toegesnelde serveerster. Naast mij zat een man die, weggedoken in zijn krant, pagina na pagina ritselend de chocoladeletterkoppen vol dagelijks leed snelde. Ik schatte hem zo om en nabij de 60. En zijn eeltige handen in combinatie met een tanig gelaat verraden een leven dat zich goeddeels in de buitenlucht moet hebben afgespeeld. Boer of zo, of marktkoopman. Blazend in mijn hete chocolademelk kopte ik iets te opzichtig over zijn schouder mee in het dagblad. Maar in plaats van dat het hem stoorde, liet hij het drukwerkje wat schuin in mijn richting zakken. Even die zin nog, want dat werd heel onduidelijk uitgesproken. Maar in plaats van dat het hem stoorde. Dat ging een beetje van, maar in plaats van dat het stoorde. Okay. Even opnieuw, maar in plaats. Ja. Maar in plaats van dat het hem stoorde, liet hij het drukwerkje wat schuin in mijn richting zakken om het meelezen te vergemakkelijken. Ik las over eigentijdse hoofdbrekens met nieuwe namen als ebola, jihadisten, kalifaatgangers en moestuinsocialisten. Niet veel later vouwde hij de krant handzaam op, legde het terzijde, friemelde een pakje cheque uit zijn broekzak en draaide een cheque. Het komt nooit meer goed, prevelde hij ineens tegen niemand en bevochtigde met zijn tong het vloedplakrandje. Alles komt nooit meer goed, herhaalde hij ditmaal op breekbare toon en blies er met opvallend veel kracht een ferme rookwolk kringelend hemelwaarts bij. Ik zocht naar een luchtig weerwoord waarmee ik misschien wat van zijn sombere kijk op de wereld kon wegnemen en probeerde het met: ach nou ja meneer, de wereld heeft wel voor hete vuren gestaan. Moet u maar denken, en we draaien nog steeds vrolijk ons rondje mee. Voorovergebogen, steunend met zijn ellebogen op zijn knieën, schudde hij traag nee naar de grond tussen zijn voeten en herhaalde mijn woorden op spottende toon: ach, wat nou de wereld, hetere vuren, het zal me aan mijn reet roesten. Hij rechte zijn rug
en toonde mij met gespreide vingers de palmen van zijn ruwe werkmanshanden, die zo te zien van aanpak wisten. Kijk, meneer, dit heb ik ook op mijn ziel, eelt. Althans, dat dacht ik, tot vanmorgen toen ik mijn oude hondje heb moeten laten inslapen. Ernstige artrose. Het beestje kon nauwelijks meer lopen en pijnstillers hielpen niet meer. Hij slikte een traan weg en vervolgde: 10 jaar lang zijn we dag en nacht samen geweest, er altijd samen op uitgetrokken. En toen hij op het laatst nauwelijks meer een stap kon zetten van de pijn, heb ik een bakfiets voor hem gekocht, want dan kwamen we nog eens ergens. Naar het renveld langs de schier bij de Rijneveldbrug, het hondenstrandje in de Delftse Hout, of zomaar kriskras fietsen door de binnenstad. Ach meneer, wat hebben we genoten van onze tochtjes. En in diezelfde bakfiets heb ik mijn oude hondje vanmorgen naar de dierenarts gebracht, waar hij vredig in mijn armen is gestorven. 13 jaar. Vanaf nu komt alles nooit meer goed. Hij stond op, telde muntgeld uit op zijn tafeltje, stak de krant onder zijn arm en zei: wist u dat stilte in huis oorverdovend kan zijn? Dat leegte een fluittoon in je hoofd is? Ik heb dat nooit geweten, tot vandaag, toen mijn lieve hondje stierf. Hij groette me met een afwezig knikje en wandelde als een verslagene weg. Hoe heette uw hond? Riep ik hem na. Hij vertraagde even zijn pas en draaide zich een beetje om. Matthijs. Hij heette Matthijs. Doen we het ervoor? Ik vind het heel mooi gelezen. Ja? Ja, helemaal zoals jij het had voorgedaan. Ik zat wel weer een beetje aan het eind van. Ik zit weer te heilen van die slechte. Maar ja, het is ook emotie wat meespeelt in je lezen nu. Hè? Want het valt niet mee om dat ook weer te lezen wat je zelf hebt meegemaakt. Nou, weet je wat niet meevalt, Joop? Om het professioneel te lezen. Zonder dat je daar. Met dat je acteert een verdrietige stem. Ja. Maar je bent verdrietig. Ja, dat bedoel ik. Dat is heel achterlijk. Ja, maar dat is heel knap gedaan. Want ik kan hier niet jankend gaan zitten lezen. Nee, dat kan niet. Nee, dat moet ook dat niet. Is een, dat is nee, maar daarom zeg ik dat. Daarom vond ik het heel knap en mooi gelezen van je. Okay. Even kijken hoor. En een beetje Carmichael achter. Vond ik ook wel hoor. Ja, was het ook? Ja, vond ik wel. Even. Column 13. Ja, man. Nou, dan doe ik het nu maar uit. Nee? Ja, wat mij betreft. Mag ik nog wat zeggen? Het Nederlandse volk, hij deed het zo. Nou, jullie horen het. Joop zegt het. Doei. En dan is het zo. Dan is het zo.